Een loods achter een woning aan de Jetse Velstraweg in Austerhoule brandde vrijdag volledig af. De bewoner was in de loods bezig met laswerkzaamheden aan een auto toen deze vlam vatte. Hij belde daarop de brandweer. Deze was snel te plaatsen, maar het vuur had zich inmiddels uitgebreid naar andere delen van de loods. Na 3 kwartier had men de brand onder controle. De loods kan als verloren worden beschouwd.